Prettig geregeld. Prettig geregeld. Prettig geregeld hoor. Weet u wat het is met Garon, meneer? Hij kan het wel, maar hij wil het niet. Ik bedoel, het zit er wel in, maar wie haalt het eruit? Tja. U zie ik dat wel doen. Ho, ho, wacht even, dat heb ik vaker gehoord. Hij kan het wel, maar hij wil het niet. Ben je het ermee eens? Ja, ik was vroeger net zo, hè. Ik ben een paar keer blijven zitten, van school af, gaan werken. Maar toen ineens, pats, hè, toen kwam het. De handel in. Maar ja, er kwam ook de ellende van cursussen en de avonduren. Spijt is haar op mijn hoofd, dat ik op school niet beter mijn best had gedaan. Maar goed, ik heb nou zaken door het hele land. Ik heb mezelf helemaal opgewerkt. Maar tegenwoordig gaat dat zo niet meer. Hè. Je moet nou een goede opleiding hebben, hè, met een diploma. Kijk, Harro is nou 16. Hij zit in de derde en hij moet dit jaar overgaan, anders kan hij wel vergeten. We hebben nog 3 maanden en dat is nou alles of niks. Ik doe u een prachtig aanbod. Ik schrijf u een cheque van 10.000 gulden als u ervoor zorgt dat Harro overgaat. Tja, maar... Maar pas op, hè. Als Harro blijft zitten, dan wordt die cheque niet ondertekend. Het is alles of niks. No cure, no pay. Oh, dus dan heb ik de lessen dus voor niks gegeven. Zo is dat. Ja, kunnen we het beter niet gewoon doen? Ik bedoel, dat u mij gewoon per les betaalt. Nee, dat hebben we wel vaker gedaan, maar dat werkt niet. Daar moet druk op staan, hè. Dat weet ik uit het zakenleven. Het is alles of niks, hè. Ik geef de mensen een flinke premie en ze gaan er tegenaan. Wat vind jij? Ja, sorry hoor, maar de tijd van wat vind jij ervan, die hebben we gehad. Hij moet het nou gewoon maar eens doen, hè. Het is een laatste kans. Het is nu of nooit. Ja, ik moet er toch nog wel even aan wennen, hoor. Vind je het zelf niet een tikje vreemd? Ach, kijk, je moet het zakelijk zien, hè. Geld, dat heb ik. Maar tijd om me met hem te bemoeien, dat heb ik niet. Want in die tijd verdien ik dat geld. Nou, ik vind trouwens toch, hoor, dat ouders zich niet te veel ermee moeten bemoeien. Nee, verpest de sfeer in huis. Ik ben er toch al zo weinig. En ik heb geen zin in gerotsen als ik er wel ben, hè. Ja, mijn vrouw is al eens een keertje half overspannen van hem geweest. En toen heb ik hem naar een internaat willen sturen, maar ja, goed, dat wou zij weer niet. Dus... Daarom maar op deze manier. 10.000 gulden, voor als het u lukt. Als mij lukt, als het hem lukt, hè? Zie je dat zitten? Natuurlijk ziet hij dat zitten. Zijn laatste kans om het VWO te halen. Nou, ik moet er toch nog even een nachtje over slapen. Maar niet meer dan 1 graag, hè? Wat vind je van een paar proeflesjes, voordat we definitief beslissen? Ja, wacht even, het zit een beetje moeilijk, hè? Ik moet namelijk overmorgen naar Duitsland, naar de beurs. En voor die tijd wil ik het graag geregeld hebben. Laten we zeggen, ik bel u morgenochtend om 7:00 op en dan zegt u mij hoe of wat. 8:00? 7:30 kan ook. Nou, jongen, zeg meneer maar gedag. Of laten we maar zeggen, tot ziens, hè? Dat is een mooi oud huis. Zal u wel wat kosten aan onderhoud, hè? Nog iets leuks meegemaakt? Nee. Nou, ik wel. Vertel op. Astrid had een waanzinnig verhaal. Een paar dagen geleden stond er een vader van een van de leerlingen van school op de stoep. Of ze zijn zoon bijles wou geven. De jongen staat er heel beroerd voor, was al een paar keer blijven zitten. Nou bood die man 7.500 gulden als hij dit jaar toch nog overgaat. Wat zeg je? 7.500 gulden? Ja, dat is niet te geloven, hè? Maar het mooiste komt nog. Als de jongen blijft zitten, beurt Astrid helemaal niks. No cue, no pay. Hoe komt zo'n man op het idee? En wat zei Astrid? Ja, dat ze er niet over pijnst natuurlijk. Wat dacht jij dan? Dat is toch te gek voor woorden. En heette die jonge Harro? Ja? Hoe weet jij dat? Ze zijn hier net een uurtje de deur uit. Het is niet waar. Loopt die man met de jongen te leuren? Hij zit in de handel, hè? En wat heb je gezegd? Dat ik... Ik heb het aangenomen. Nee, dat meen je niet, hè? Ja, ik neem het aan. Nee, Joris. Nee, je probeert me op stang te jagen. Nee, helemaal niet. Maar die jongen is een hopeloos geval. Je bent gek, je doet het voor niks. 10.000 gulden. 7.500. Mij heeft hij 10 geboden. Die man is niet goed. Snik. En jij ook niet. Om dat geld te verdienen moet je die jongen verschrikkelijk onder druk zetten. En dat zal niet eens helpen ook, want hij kan het niet.
Die jongen hoort bij ons op school helemaal niet thuis. Dat is alleen maar doordrijverij van die vader. Dat zal best. Maar waarom doe je het dan? Ik weet niet, omdat het me intrigeert. Oh ja, dat is echt iets voor jou. Nee, tegenover de jongen is het onverantwoord. En je geeft die vader het idee dat met geld alles kan. Laat mij nou maar. Trouwens, als ik het niet doe, doet een ander het wel. En dan misschien voor 15.000 gulden. En dan is die jongen heus niet beter af. Hallo jongen, ga zitten. Wat kan ik eens voor je doen? Niks. Dat is ook niet veel. Heb je je tas in de gang laten staan? Nee, thuis. Oh, dus je hebt geen boeken bij je ook? Nee. Tja, waar zullen we het dan eens over hebben? Ik zou het niet weten. Het heeft toch geen zin. Wat niet? Ja, bijles. Ik red het toch niet. Je weet me nooit. Zeker weten. Als wij die 10 mil nou eens samen delen. Als dat zou kunnen. Nou? Verloren moeite. Hij kan het wel, maar hij wil het niet. Ik kan het niet en ik wil het ook niet meer. Nou, waarom ben je dan gekomen? Mijn vader, hè? Iets drinken? Alsjeblieft. Hey, hoeveel onvoldoendes heb je nou eigenlijk precies? Niet meer bijgehouden. Ja, wat moeten we dan? Laten we dan maar gaan schaken. Ja. Wat, kunnen schaken? Jawel, maar niet zo goed. Oh, mooi zo, ik ook niet. Even het bord pakken. Zoek je iets, schat? Oh nee, ik heb het al. Hé, man. Hé, ben jij dat, schat? Ik heb het pas maar even meegenomen. Geef maar. Nee, even kijken of er iets voor mij bij zit. Ja. Het notariskantoor, de Laninga en kippersluis. Hey, zou het niet handiger zijn als jij je post voortaan naar je eigen adres laat sturen? Oh, handiger wel, maar niet gezelliger. Ja, je hebt gelijk. Oh, gelukkig. Heb je een baan? Nee, afgewezen. Oh, wat een geluk. Ik had er toch al lang geen zin meer in. Oh. Dat is al van 2 maanden geleden, dit. Ah. En waar heb je intussen nog meer gesolliciteerd? Nergens natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Ja, stel je voor dat ik dit wel had gekregen, dan had ik dus nu met 2 vaste banen gezeten. Oh, wat stom dat ik daar niet aan heb gedacht. En wat nu? Ik werk nog 2 dagen in de week via het uitzendbureau. Ja, lieve schat, al dat losse gefladder. Nou, lekker toch? Lekker toch? Zonder van je opleiding. Ik kan mijn hele leven nog werken. Ik ga me trouwens laten inschrijven bij een modellenbureau. Modellenbureau? Ja, het lijkt me leuk werk. Oh. Nou, een beetje enthousiaster mag ook wel hoor. Oh, enig. Hè, wat doet je dochter? Nou, die heeft 2 WO en daar hangt ze nu mee bij de telefoon in de hoop dat ze een keer de ondergoed in een reclamefolder mag komen. Oh, wat kleinzielig, man. Zo, dat is een leuk setje. Daar moet ik eens rustig over nadenken. Oh, maar de tijd is om. Zeg, dat is een leuke stelling. Wat vind je? Zullen we hem overmorgen afmaken? Mijn best. 4 uur maar weer? Is goed. Ja, maar dan kunt u intussen heel lang nadenken over die set. Dat zal ik niet doen. Nou, luister nou eens, mam. Laat mij nou maar lekker mijn gang gaan. Ik hoef er toch niet onder te lijden dat jij een workaholic bent. Ik een workaholic? Hoe kom je daar nou bij? Ja, wat jij voor die school doet, dat is geen gewoon werken meer. Dat is carrièrejagen. Ik een carrièrejaagster? Ja, wie wilde er hier zo nodig rector worden? En, ben ik het geworden? Nee, maar dat heeft niet aan jou gelegen. Nee? Heeft toevallig wel aan mij gelegen. Wat heeft wel aan mij gelegen? Aan jou gelegen? Wat heeft dan niet aan jou gelegen? Hé, hey, pap, jij komt als geroepen. Zou jij even... Ik voel me niet geroepen. Even naar mijn krultang willen kijken? Oké, laat me zien. Ja, klaar. Heb je die grap dan nog steeds op je repertoire? Hij doet het niet. Nou, hij doet het nog steeds. Die krultang. Dank je. Zo, dan ga ik nu even naar Hassan voor de foto's. Welke foto's? Ze wil zich laten inschrijven bij een modellenbureau. Oh, nou misschien is dat wat. Leuk. Leuk? Ja, ze ziet er toch leuk uit? Het is gewoon een voorwendsel om geen serieus werk te hoeven zoeken. Hoe lang hangt ze hier nou al rond? Zolang ze in haar eigen onderhoud voorziet. Ja, jij denkt er maar makkelijk over. Jij laat je er niks aan gelegen liggen. Het is veel moeilijker om je er niet mee te bemoeien dan wel. Ja, ik zie het. Je hebt het er heel moeilijk mee. Ze kan haar hele leven nog werken. Hoor, nou toch, van wie zou ze dat nou hebben?
Wat moest je trouwens met dat schaakbord? Spelletje gespeeld. Spelletje gespeeld? Hoe denk jij die jongen zo over te krijgen? Gewoon ontspannen beginnen. Ja, natuurlijk, ja. Hij kan zijn hele leven nog werken, hè? Juist. Ja. Ai. Ik geef op. Dank u. Maestro. Zo, maar ze staan nu 3,5, 1,5. Zullen we nog eens spelen? Loont de moeite niet, hè? We hebben geen tijd meer. Hallo, zeg, ik stoor toch niet, hè? Oh nee, ik zie het al, hier wordt geschaakt. Schaken bevordert het exacte denken. Ik geef dus les hier. Oh, nou, het is goed dat je het zegt, hoor. Nou, ik ben zo weer weg, hoor. Ik kwam alleen even die broodrooster brengen. Ja, je hebt de pas gemaakt. Hij doet het weer niet. Gooi dat ding toch weg, Trace. Hij is op. Een nieuwe kost als niks. Dat lijkt mijn vader wel. Goed voor de economie, zegt hij dan. Dan heb jij een wijze vader. Ja, die zeker niet van zijn AOW hoeft te leven. Mag ik eens kijken? Zeg, heb jij er dan verstand van? Oh. Je trekt zeker altijd aan de snoer, hè? Als je mij uit het stopcontact haalt. Ja, dat weet ik niet, hoor. Denk je dat ik daarop let? Ja, dat doet mijn moeder altijd. Volgens mij is een vrouw bang dat ze stroom krijgen als ze stekker vastpakken. Je weet het maar nooit. Heeft u nog een losse stekker, meneer? Deze is het aangegoten. Dus niet meer te gebruiken. Oh, wacht maar. Ik kijk wel even in mijn werkplaats. Zo terug, hè? Zeg, ben jij wel eens in die werkplaats geweest? Nee, mevrouw. Nou, dat moet je dan bij gelegenheid toch eens doen, want dat is werkelijk een wonder, hoor. Ah, het is goed dat ik even kijk. Dit draadje zit helemaal los. Je had wel een doodklap kunnen krijgen. Ja? Zeg, en is dat Joris' schuld? Oh, dat weet ik niet. Maar iemand is vergeten dat draadje vast te zetten. Nou, en die iemand is Joris. Zo. Ja. Dat is dat. Als meneer Huisman nou met de stekker komt, is het zo gepiept. Zeg, zou jij ook even naar mijn elektrische deken willen kijken? Want die wordt alleen maar lauw. Oh ja hoor. Ik loop straks wel even met die mee. Ja. Zo, daar ben ik al. Ik heb hem ergens moeten afknippen, want ik heb geen losse meer. Jammer. Nee, helemaal niet. Jammer, het was een oud lampje. Jammer dat het geen goeie is. Het had er een met randaarden moeten zijn. Echt? Meen je dat? Nou, dan zit je deze er toch voorlopig even op. Nee, dat is levensgevaarlijk. Ik breng hem de volgende keer wel even mee. Ja. Jij had ook een draadje los laten zitten. Nou, Harro zegt dat ik wel dood had kunnen zijn. Ben je gek? Het was je tijd nog niet. Loop jij eventjes met mij mee voor mijn deken? Ja? Ho, ho, ho. Daar komt niks van in, hè. De les is nog niet om. Ik kom straks wel. Ja? Eerst mijn krultang. Jouw krultang? Voor die paar haren? Hoi. Oh, wat gezellig is het hier, zeg. Jammer dat ik meteen weer weg moet. Wat? Heb jij je druk? Hé, hey, pap, hier is mijn was. Zou jij die even voor me willen doen? Ja, waarom? Ja, het was hartstikke druk bij de wasseretten. En ik vind het duur ook. Zoveel geld heb ik nou ook weer niet. Alsof ik niks beters te doen heb. Nou, dan laat je die krultang nog maar even zitten. Oh, zeg, mag. Oh ja, de groeten van je moeder en in de brievenstandaard staat een advertentie die ze voor jou heeft uitgeknipt voor een leuke baan. Oh, wat aardig. Nou, dan ga ik maar meteen weer, want ik kan de telefoon niet te lang alleen laten. Een pistie in de gang of zo? Nee, maar een modellenbureau kan toch voor me bellen? Oh, hier is dus de was. Heeft geen haast hoor. Ik kom morgen wel even langs. Je bent lief. En, lukt het? Denk het wel. Hoe kom je zo handig? Weet niet. Het gaat vanzelf. Jij moet naar een technische school, man. Laat mijn vader het maar niet horen. Hoezo? Moet de zonen van zijn vrienden allemaal VWO doen. Nou en? Vraagt u dat maar eens aan hem. Heb je enig idee wat je zou willen worden? Huisman, zoals u. Dat lijkt me wel wat. Nou ho ho, dat gaat niet zomaar hè, want er komt heel wat voor kijken. 20 jaar heb ik moeten zwoegen voor Hanne zo gek had dat ze voor mij wilde werken. Hé, je kan altijd nog in de zaak van je vader. Dan ga ik liever meteen de fut in. Kun je niet met hem opschieten dan? Het gaat nou goed. Mooi zo.
Want hij is er niet. Hij is op reis. Vraagt hij wel eens hoe het gaat met die bijlessen? Ja, één keer voor hij wegging. Ik heb maar gezegd dat u tevreden bent. Zo, nou moet hij doen. Contact aan graag. Licht aan, contact uit. Dit is uw accu, licht uit, ik loop leeg. Dit is uw accu, licht uit, ik loop leeg. Dit nou ja, accu, fantastisch, uit, hè, hoe heb je dat gevliegd? Dat lijkt jouw stem wel. Klopt. Dit is uw accu, licht uit, ik loop leeg. Licht uit. Dit is uw accu, licht... Dank u. Hij zegt nog dank u ook. Hanna, Hanna, kom eens. Hanna. Nou, let op. Dankzij deze geniale jonge man zul jij je licht niet meer laten branden, tenzij je met doofheid geslagen wordt. Uit, ik loop leeg. Dit is uw accu, licht uit, ik loop leeg. Dit is uw accu, licht uit, ik loop leeg. Hartstikke goed! Heb jij dat gedaan? Knap hoor. Dit is uw accu, licht uit, ik loop leeg. Dit is uw accu. Hé, hey, zeg dit niet meer. Dank u. Haha, leuk hoor. Ja, dat is allemaal mooi en aardig. Maar je bent nou 4 weken met die jongen bezig en wat heb je bereikt? Nou, om te beginnen dat jij je accu niet meer aan het leeglopen. Nou, daar zal zijn vader ontzettend blij mee zijn. Hij geeft je vast 1000 extra. Dat zou mij niets verbazen. Die jongen is in die paar weken ontzettend opgebloeid. Ja, maar hij gaat niet over. Is dat nou het belangrijkste? Het gaat er niet om hoe je de school doorloopt, maar het leven. Leg dat die vader maar eens uit. Meneer, het gaat erom dat uw zoon zich goed voelt. Zodat hij later kan zeggen, ik mag er wel niet het VWO hebben, maar ik heb levensgymnasium. Zeg voor mijn part tegen uw vrienden, mijn zoon zit op het levensgymnasium van de heer Huisman. Ja, nou dat klinkt allemaal heel mooi, maar de afspraak was dat jij Harro bijles zou geven. Maar dat wil die jongen helemaal niet. Nou, dan zeg je tegen die man, uw zoon wil niet, ik stop ermee. Ja, maar dan krijgt die jongen het nog moeilijker, dan moet hij weer naar een ander toe. Ja, maar die vader stelt jou aansprakelijk. Ja, ik krijg er toch helemaal geen geld voor? Ik doe het gratis voor die jongen. Ja, daar heeft die man geen boodschap aan. En trouwens, je doet het niet alleen gratis, je doet het ook nog voor niks. Doei, daar was ik dan. Wat doet hij voor niks? Je Bas, zo gek is die zelfs. Ja, het is een lieverd. Zal ik hem in de keuken neerzetten, pap? Waarom heb jij dat vandaag niet zelf gedaan? Ja, dat was het er nou juist. Vandaag was het sollicitatiegesprek. En, hoe ging het? Nee, dat wou ik zeggen. Dat kwam heel ongelukkig uit, want ik zou vandaag een dagje met Emmy in Amsterdam... En dat was al een maand geleden afgesproken. Dus heb ik die lui gebeld of het een dagje uitgesteld kan worden. En wat dacht je? Nee. Het is toch niet te geloven? Ja, vind je ook niet. Dus ik met hem weer naar Amsterdam toe. Nou ja. Ja, dan moeten die lui het zelf maar weten hoor. Toevallig ben ik heel goed. Bij Bulthuis & Co. hebben ze me gevraagd of ik 4 dagen in de week wilde komen werken in plaats van 2. Maar ja, daar begin ik niet aan, want ik wil ook nog wel een beetje kunnen leven. Natuurlijk, schat. Ja toch, pap? Het is jouw leven, kind. En stel je voor dat ze bellen van het modellenbureau. Dan kan ik dus niet voor ze werken, omdat ik werk heb. Nou ja. Zo, ik zet hem dus in de keuken, pap. Oh ja, en als je toch bezig bent, zou je dan ook een paar dingetjes voor mij willen strijken? Lukt het? Ja, oh ja, is alweer gebeurd. Hopla. Hey, wacht eens. Zet hem nog eens neer. Ja, op zijn kop. Op zijn kop. Wat is er? Gedacht. Ja, zie je wel. Je hebt die ketting veel te strak gespannen. Dat gaat niet zo. Oh nee, zit er goed zo. Hier. Mooi recht het wiel, loopt dus een tiet. Nee, die ketting moet echt een beetje spanning hebben. Denk je? Nou ja. Oké, jij je zin. Kan ik weer mooi opnieuw beginnen? Doe nou zeg, niet met een nijptang. Daar hebben we sleutels voor, weet je wel. De vuile, vieze, smerige macho. Wie? Een vent in zo'n prollenwagen. Eerst passeert hij me, dan snijdt hij me. Gaat hij weer langzamer rijden, moet ik weer langs hem. En me van die gebaren maken. Nou, dat zou ik ook doen als ik jou tegenkwam. Lekker stuk. Ja, leuk hoor. Ik zat bijna tegen een boom aan. Ik had wel dood kunnen zijn. En wat heb je gedaan? Ja, gescholden natuurlijk. En denk je dat hij het verstaan heeft? Nee, jammer genoeg niet. Nee, daar zouden ze nog eens iets op moeten vinden. Hoe bedoel je? Nou, dat je een of ander bordje op kan steken of zo met kijk voor je slijmert. Haha, goed idee. Nou, dat moet toch kunnen? Oh ja? Ik zal wel eens een tekeningetje maken.
Hey, zeg, maar ook dat nog? Je hebt toch al veel te druk, man? Nou, valt wel mee. Ik heb tijd zat. Hey, jij spijbelt toch niet van school, hè? Want dan krijg je dus echt last met je vader. Nee, echt niet. Ik spijbel nooit. Als ik school heb, dan zit ik er. Je hoort wel eens zeggen, ik zal wel even optelefoneren. Dat deugt dus niet. Dat moet zijn, ik zal wel even opbellen of ik zal wel even telefoneren. Die twee woorden zijn samengetrokken. Dat verschijnsel heeft ook een naam. Dat noemen we contaminatie. Zeg, vriend. Ik zit er echt niet mee dat je andere dingen belangrijker vindt. Maar je moet geen stoorzender gaan worden, hè? Dacht je ervan om op de gang de werkzaamheden voor te zetten? Geen slecht idee. Dan zou ik zeggen, scheer je weg. Hé, hey, jongens, horen jullie dat? Die opmerking is een woordspeling. Schrijf maar op. Een woordspeling. Ja, maar ik kreeg geen voor. Ik zat nog even in de pauzeprobleem. Zeg, heb jij geen les? Jawel, meneer. En waarom zit je dan hier? Op verzoek van meneer Bransma. Ach ja, die zei natuurlijk, mijn scheerapparaat is kapot. Gerard is even op de gang zitten repareren, want jouw Nederlands is toch perfect. Zo was het niet helemaal. Nee, dat dacht ik al. Maar waarom ben je dan weggegaan? Hier doe ik tenminste nog iets nuttigs. Ja, nou, ik geloof dat ik je vader wel eens moet bellen. Hij loopt een kwartier achter. Kan jij er eens naar kijken? Oh, je wil. Deze is toch klaar. Loop weer als het tiet. Pardon? Sorry, een trein. Alsjeblieft, uw ladyship. Goedemiddag! Oh, sorry. Lief, zeg! Wacht. Ik doe de kraan even uit. Wat kan ik nog meer voor u doen? Nee, niks. Dank u wel, hoor. Komt even binnen, kopje koffie. Nee, dank u, we hebben geen tijd voor. Ik was alleen even in de buurt en ik wil graag weten hoe het met Harro gaat. Ja, natuurlijk. Goed. Het is een hele opgewekte jongen. Oh. Een heel verschil met toen hij voor de eerste keer kwam. Hè? Veel meer zelfvertrouwen. Maar maakt hij vorderingen? En hij is bijzonder handig. Wist u dat? Moet u eens even meekomen. Moet u eens even kijken. Dit zal u verrassen. Hij heeft van Rempel de wasmachine van de overbuurvrouw gerepareerd. En die scooter, picobello en deze radio heeft hij weer aan de praat gekregen. Ja, ik zei nog tegen hem, Harro, let jij maar op. Je loopt je roepen nog een keer mis. En, komt u eens mee? Let eens even op, een staaltje van creativiteit. Dit is uw accu, licht uit, ik ja. loop leeg. Dit is uw accu, licht uit, ik loop leeg. Dit heeft haar hoog gemaakt. Uit, fantastisch, toch? Gaat die over? Nee. Waar koop ik dan vooral die flauwekul? Nou, een technische aanleg is nooit weg. Hij hoort op een technische school thuis. Ik heb u niet om advies gevraagd. U zou een bijles geven. Ja, maar dat heeft absoluut geen zin. Hij kan het niet en hij wil het niet. Dat maak ik wel uit, hè? Ja, ik begrijp dat het moeilijk voor u is, maar het gaat er toch om dat Harro later een beetje happy in zijn werk is. Ja, ja. Maar wat voor werk? Huisman? Of autowasser? Hoi, pap. Hoi. Oh, je bent bezig, zie ik. Sorry. Dag, meneer. Ik ben zo weer weg. Zou je de was nog een keertje voor mij willen doen? En niet alles bij elkaar, alsjeblieft. Bont en wit apart. En zou je een paar dingetjes voor me willen strijken? En er zit een nieuwe blouse bij, die moet wel even op de hand. Ja? Bedankt vast. Doei. Doei. Dat is mijn dochter. Leuke meid. Werkt 2 dagen in de week, want ze wil wat tijd overhouden om te leven. Ja. Ja, die denken er toch heel anders over dan wij vroeger, hè? En geeft ze ongelijk. Ze hebben ongelijk, maar dan komen ze nog wel achter. Nou, dat ben ik toch niet helemaal met u eens. Kijk, als u dan zo... Nee, dank u wel. Daar heb ik geen tijd voor. Ik moet aan het werk. Goedemiddag. Wat ruik ik? Geen koffie. Ik ben nog even bezig, schat, want jouw dochter komt zo dadelijk haar was halen. Jij bent ook gek, hè? Ze heeft de hele dag niks te doen en jij staat hier te strijken. De liefde van een vader. Ik wou dat je voor mij zo attent was. Aha, hier steekt de jaloezie de kop op. En geheel onterecht. Want mag ik even wijzen op jouw dameschaaf? Hè? Ladyship dus. Wie heeft ervoor gezorgd dat deze in zulk een perfecte staat verkeert dat jouw benen elke vergelijking met de Jaap Edebaan glansrijk kunnen doorstaan? Harro. Wie heeft dat technisch talent in deze jongen tot leven gewekt? Zijn vader? Helemaal niet. Die doodt in zijn zoon elke creativiteit. Ik zal het antwoord dus mezelf geven. Ik was het. Oh,
en ik heb begrepen dat de vader jou daar zeer dankbaar voor was. Onuitsprekelijk. Als iemand geen woord van dank uitspreekt, dan heet dat desondanks toch niet onuitsprekelijk. Maar de ontwikkelingen zijn hoopvol. Hoezo? Hij heeft de hoop opgegeven, zegt Harro. Oké, ga jij maar vakken vullen in de supermarkt tot je in militaire dienst moet. Oh, en dat is waar Harro altijd al naar verlangd had? Niet echt dus. Nee. Nou, dan zou ik maar eens iets voor hem ondernemen. Hoi, mam. Dag, pap. Oh, je staat nog te strijken. Wat lief. Hij is gek. Op mij, zullen we dan maar zeggen. Hé, hoe heeft mijn nieuwe blouse zich gehouden? Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Niets? Hey, wat vervelend nou. Ik moet hem straks aan. Ik ga uit. De rest had er wel even kunnen wachten. Ja, snapte je dat dan niet? Ja, hij mocht niet in de wasmachine. Nee, spaar me zeg. Joris, toch. Op de hand is het toch zo gebeurd. En als je het nou zelf had gedaan? Ja, dat had ik zeker gedaan, ja. Waarom heb je het niet gedaan dan? Ja, jij zei niet dat je het niet zou doen. Nee, snap dat dan toch eens. Ja, ik kreeg al kans om ertussen te komen, zeg. Wie zwijgt, stemt toe. Logisch, hè? Ja, zeg, nou moeten we ophouden, hè. Deze dame die werkt 2 dagen per week omdat ze toch nog een beetje moet leven. En dus breekt ze de vuile was hier en de stank krijg ik als dank. Ja, ik werk om te leven en niet andersom. Vraag me niet wat voor werk. Hoe bedoel je? Klusjes op kantoortjes. We hadden je net zo goed op de spinazieacademie kunnen zetten. Wat zeg ik? Nog beter. Had je fatsoenlijk leren wassen. Jij werkt onder je kunnen. Oh ja, en jij dan? Dat beetje huishouden, is dat jouw kunnen? Nou, je profiteert er graag van mee. Oké, ik zal het niet meer doen. Ik red me heus wel. Goed, daar hou ik je aan. Hé, Joris, wat vervelend nou. Ze kan de hele leven nog wassen. Ben je ready, Harro? Yes, sir. Alles in de hand? Ik dacht het wel. Dan gaan we nu de experimentele fase in en richten het zoeklicht op een slachtoffer. Wat dacht je daarvan? Hoed op, sigaar in zijn mond. Moet je dat zien krukken? Nou, wat wil je nou, man? Let op, ik ga hem voorbij. Ja, nu! Ja, het werkt! Moet je eens zien kijken. Die sigaar valt wat uit zijn mond. Nou, let op. Neem me meteen de volgende te pakken. Daar, een leuke meid in er eentje. Nou, daar ga ik. Ja, heb je de goede voor? Ja, doe maar. Ja, nu! Ja, perfect! De ogen rollen ze wat uit de kop. Attentie, ik heb weer beet. Er zit een klever achter me. Heb je er ook eentje voor? Ja, ik ben zover. Vuur! Ja, los. Het werkt, hij gaat voorbij. Maar die auto, die ken ik. Dit is mijn vader. Nee, hè. Wat? Zijn jullie dat? Niks aan hand, een geintje. Oh, fantastisch! Wat een geweldig idee! Maar, heb jij dat gemaakt? Ja. Wat? Heb je er nog meer? Jawel. Nou, laat kijken. Laat zien. Klojo. Sorry, ik heb haast. Wij zijn op weg naar Ajax. Niet rijden, onder het rijden. Gezijn als een giller. Daar moeten we meteen over praten. Zeg, herinneren jullie je dit nog? Hè? Dat wuivende handje in al die auto's, jaren geleden. Heeft het geweldig gedaan. Maar dit is beter. Ja, daar moeten we meteen de markt mee op. En daar gebruiken we die 10.000 gulden voor. Ja, hier zit handel in. Dit is het begin van jouw carrière, jongen. Je had gelijk, heeft aanleg. Dit is jouw richting. Je gaat van die school af en je gaat naar, hoe heet het ook alweer? De HEAO, de Hogere Economische en... Nou, dat is geen technische school. De techniek doet er toch niet toe? Die laat je gewoon maken. Nee, het gaat om het idee en hoe je het op de markt brengt. Je kunt maar niet zo naar een HAO. Daar heb je VWO voor nodig. Oh. Nou, wat heb ik je gezegd? HAO is niks voor mij. Dus jij wilt op je 16e nog naar de ambachtschool? Nou, we kunnen iets in die richting zoeken. En wat denk je dan te bereiken? Als een mens zich thuis voelt in zijn werk, dan heeft hij al heel wat bereikt. Ja, u heeft makkelijk praten, hè? Het is uw kind niet. Ik zou u wel eens willen horen als, als u... Hi, mam. Dag, schat. Heb je nou weer die was meegenomen? Nou, kalm maar hoor. Ik doe hem zelf. Is Joris er niet? Ja, hij is in de kamer. Wat wil je van hem? Even vragen of ik zijn wasmachine mag gebruiken.
Hé, hey, heeft bezoek. Wat hoi, pap, ik kom even met de was en... Oh, sorry. Ja, wat... Nee, is goed. Zet me neer. Dat is in orde. Nou ja. Nou, wat lief, pap. Jij bent echt te goed voor deze wereld. Ja. Prettig geregeld.